Dit is een ijsje van de boerderij. Wij hebben super lekkere smaakjes. En ik vind het heel speciaal dat het van de boerderij komt. Het provinciaal bibliotheeksysteem is een succes, want het afgelopen jaar werden al bijna 2,5 miljoen zoekopdrachten ingevoerd op het systeem. De BIB van Sint-Katelijne-Waver is nu de 50ste bibliotheek die haar eigen verouderde systeem inruilt voor de handige online dienst van de provincie. Ik denk dat het niet meer logisch is dat elke bibliotheek op zich een eigen systeem. U herinnert zich nog allemaal, en zeker toen ik naar de bibliotheek ging, dan bestond er nog de traditionele fichebak. Dat is nu ver achter ons gelaten. Maar wij ondervonden wel dat verschillende bibliotheken een eigen systeem hadden ontwikkeld, wat een handenvol geld kostte. Vandaar is de provincie op zoek gegaan naar een overkoepelend verhaal. En dat doen we nu via het provinciaal bibliotheeksysteem. Door zich aan te sluiten op het provinciaal systeem kunnen de gemeenten heel wat geld uitsparen en krijgen de bibliotheekbezoekers een betere service. Gebruikers kunnen door de samenwerking op zoek gaan naar bijna 1 miljoen titels en boeken ontlenen uit andere bibliotheken in de buurt. Leerlingen van de Bornemse scholen ravotten in het park van Kasteeldomein Duurcel. In de toekomst zou het domein nog aantrekkelijker moeten worden voor de bezoekers. Daarvoor heeft de gemeente in samenwerking met de provincie een nieuw beheerplan opgesteld. Het plan steunt op twee pijlers. Enerzijds het historisch-culturele en anderzijds de natuur. We willen bijvoorbeeld de historische zichtassen opnieuw creëren, zodat er mooi open beelden komen in het park. Er moet aangepast parkmeubilair komen. We willen hier opnieuw meer bloemen inbrengen, zoals vroeger het geval was. Dus dat is eigenlijk allemaal voortbouwend op het historische. Anderzijds willen we ook maatregelen nemen voor vlinders, voor bijen, voor alle planten en dieren die hier zijn. En natuurlijk ook voor de mensen. Er zijn heel veel verschillende gebruikers in dit park. Er zijn veel kinderen die komen spelen, er zijn wandelaars, er zijn mensen die hun hond in de hondenwei loslaten. Ook drie mensen willen we hier graag aan bod laten komen. Het plan is al een hele tijd in opmaak, maar er is nog niets definitief. De grote lijnen zijn alvast uitgezet en het is ook de bedoeling dat er geluisterd wordt naar de mening van de mensen. Vanavond is er een infosessie, maar die wordt gevolgd door het vragenhalfuurtje. En we zijn heel benieuwd naar de opmerkingen van de mensen, want wie dit park kent en wie ervan houdt, die heeft dikwijls goede ideeën wat we ermee nog kunnen doen. Voor veel ouders is de route te gevaarlijk en zijn hun kinderen onvoldoende voorbereid op het steeds drukker wordende verkeer. Gedeputeerde van Mobiliteit Luc Lemmes richtte de aandacht tijdens de uitreiking van de 10 op 10 labels op het belang van een goede verkeerswerking in de scholen. 59 scholen kregen de erkenning voor de inspanningen die ze doen om een veilige schoolomgeving te creëren en hun leerlingen duidelijk te maken wat de gevaren zijn in het verkeer. Het 10 op 10 team van de provincie werkt nauw samen met het onderwijs aan regelmatige praktijklessen, een veilige schoolomgeving en vooral de betrokkenheid van ouders. Wij proberen op alle mogelijke manieren verder ondersteuning te geven. Maar ik denk dat de scholen enorm blij zijn dat zij het label kunnen hangen. En het label 10 op 10 is een symbool waar zij ook nog heel veel kracht uitputten om verder te gaan. En het geeft ook naar de ouders toe een heel veilig gevoel dat de school met die kinderen rond verkeerseducatie echt bezig is en bezig blijft. De gedeputeerde roept ook op tot meer samenwerking tussen scholen en politiezones. Doordat leerkrachten zelf vaak praktijklessen kunnen organiseren voor de kinderen, worden de politiezones ontlast. Maar de provincie wil graag dat de politie die tijd gebruikt om overkoepelende acties te houden, zoals het uitlenen van een verkeersparcours of intensieve dode hoektraining. De scholen die een 10 op 10 label krijgen, leggen elk eigen accenten. Ten zuiden van Antwerpen kan je heel wat prachtig groen ontdekken. De gemeenten Aartselaar, Boeghout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel en Wilrijk vormen samen het Landschapspark Zuidrand. Daar moet je zeker eens naartoe. Landschapspark Zuidrand van de provincie Antwerpen is een samenwerkingsverband van de provincie, de Vlaamse overheid, 9 gemeenten en heel wat verenigingen actief in deze streek. En samen werken wij aan natuur en landschap, aan landbouw, aan zachte recreatie en aan onroerend erfgoed.
In Aartselaar verwacht je het niet meteen, omdat de drukke verkeersader A12 vlakbij is. Maar hier ligt een stukje natuur in volle ontwikkeling. De Reukes is een mooi wandel- en natuurgebied, opgenomen in de wandellussen die de Zuidrand doorkruisen. De wandelingen gaan langs rustige stukjes natuur en mooi erfgoed. Het is een aanrader om de Reukes met de fiets te ontdekken. Zo ruil je de drukke wegen en uitlaatgassen in voor een mooie en rustige omgeving. Op 11 oktober hopen we hier op deze plaats, de Reukes in Aartselaar, eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos, ons wandelnetwerk van de Zuidrand in de provincie Antwerpen. Samen met heel wat verenigingen maken we er een beleefbare dag van en tonen we de streek al wat er moois en beleefbaar aan groene ruimte is. Je hoeft maar even de A12 over te steken en er wacht een prachtige beloning, een ijsje of andere lekkere hoevenproducten. Op de Vluchtenburghoven van Aartselaar worden alle ijsjes ambachtelijk geproduceerd van de verse melk van onze koeien. Ook kan je hier melk krijgen aan de melkautomaat die 24 uur op 24 open is. Landbouw dichter bij de mensen brengen is ook een van de doelstellingen van Landschapspark Zuidrand. Zuivelproducten die we rechtstreeks op de boerderij kopen, brengen de landbouw in ons leven. Zo behoudt die landbouw haar plaats in deze drukke streek van Vlaanderen. In Kontich ligt een bijzonder mooi plekje op de recreanten te wachten. Een boskapel kreeg er een ferme opknapbeurt. De gemeente Kontich sloeg met de mensen van Natuurpunt Oude Spoorwegberm, de Bosgroep, de Heemkundige Kring, het Landschapspark Zuidrand en de eigenaar de handen in elkaar om dit plekje terug in zijn oude glorie te herstellen. Hiervoor werd onder andere de Babbelkroonbeek vrijgemaakt en werd een prachtig boommonument opgericht. Hierdoor is nu dit stukje erfgoed terug in ere hersteld. Het boommonument is een echt kunstwerk dat de link legt tussen geschiedenis en natuur. Zo behoudt de omgeving zijn natuurlijk karakter voor fiets- en voetgangers. Je kan het ook makkelijk bereiken, want er is een directe aansluiting met de fietsostrade en de wandellussen. Iets verderop vind je aansluiting met een zogenaamde trage weg, een onverhard pad dat door het landschap kronkelt. Landschapspark Zuidrand bracht samen met de VZW Trage Wegen, de gemeente van de Zuidrand en tal van verenigingen alle trage wegen van de Zuidrand in kaart. Uit deze inventaris kwam deze voetweg 48 en Natuurpunt Oude Spoorweg herstelde deze, zorgde voor het herstel van wintergrachten en legde bruggetjes aan zodat er een aansluiting is op het wandelnetwerk. De aanleg van een overstromingsgebied stimuleert de ontwikkeling van fauna en flora. Eigenlijk heeft niemand nog een excuus om het Landschapspark Zuid met zijn 9 gemeenten en zijn verrassend groene plekjes links te laten liggen. Arne Kinze bouwde een kunstinstallatie onder de naam One World in het provinciaal recreatiedomein De Schorre, naar aanleiding van 10 jaar Tomorrowland. Het is een permanente brug die meteen een prachtig wandel- en fietspad vormt doorheen het domein. Iedere bezoeker aan Tomorrowland kon een boodschap achterlaten op de brug. De installatie verenigt zo op een positieve manier mensen van over de hele wereld. Nu de brug volledig is afgewerkt, opent De Schorre de kunstinstallatie officieel met een feestelijk evenement.